Er is een meningsverschil over het budget voor het herstellen van de kleine zaal in de veiling in Poeldijk. En daarom is er nog niet begonnen met het herstel. In juli liet het college van BNW nog weten dat de kleine zaal in de tweede helft van dit jaar zou worden opgeknapt. Maar over het budget voor dat herstel bestaat inmiddels een stevige discussie met het stichtingsbestuur van de veiling. Er zou sprake zijn van een verschil van circa 250.000 euro. De gemeente Westland gaat niet in op bedragen, maar zegt dat de stichting extra werkzaamheden wil uitvoeren buiten de begroting. Het zalencomplex, toen nog de leunetjes geten, werd in oktober 2015 gesloten wegens asbestvervuiling. Eind 2017 heeft de gemeenteraad besloten om na sanering het gebouw op te knappen, waardoor het nog zeker een jaar of tien mee zou kunnen. In september 2018 kon de grote zaal weer in gebruik worden genomen.